Heemskerk FM. Met het komende uur Media Kids. In samenwerking met de Heemskerkse basisscholen. Ja, goedemiddag allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Media Kids. Aflevering 4, seizoen 3. Vorige week hadden we de basisscholen Bareel. En dit keer basisschool Elif. Welkom in de studio. Dank u wel. Ja, ik zou zeggen, stel je eens even voor. Ja, nou, ik ben Selma. Ik kom van de IBS Elif. Hoe oud ben je? 11 jaar. Ik ben Kaan, ik ben ook 11 jaar. Ik ben Iman, ik ben 9 jaar. Nou, hartstikke goed. Hey, jullie gaan zometeen een half uurtje radio maken. Daarna een half uurtje tv. Het komend half uur hebben jullie diverse nieuwsblokjes voorbereid. Lokaal nieuws, regionaal nieuws, wereldnieuws. En we hebben ook een prijsvraag. Maar jullie hebben ook wat te vertellen over jullie school, Senna. En daar heb jij wat voor, hè? Ja. Nou, wij komen van de IBS Elif school. Ik en Kaan zitten in groep 7-8 en Imran daar zit in groep 5-6. Het is een islamitische school en de school zit in Beverwijk. Groep 5-6 en groep 7-8 die leren daar te bidden. En als ze al kunnen bidden, dan bidden ze met ons mee. En we bidden op een reinige plek, op kleedjes. En ja, je moet zelf ook thuis al jezelf voorbereiden, jezelf reinigen. En dan als je naar school komt en je gaat bijvoorbeeld naar het toilet, dan moet je het alweer doen. Want anders ben je niet schoon. Oké, heel ritueel. Ja. En krijgen jullie ook nog godsdienstles of lessen? Ja, we krijgen dinsdag en donderdag krijgen we van een speciale godsdienstleraar krijgen we 3 kwartier les. In totaal 1,5 uur in een week. Oké. Nou, helemaal goed. Dankjewel. Dan hebben jullie een nieuwsblokje. Imran, jij hebt een nieuwsblokje voorbereid, hè? Voor ons. Zeg het maar. Onderzoek naar slaap en ziektes. Vertel. Het gaat dus over 40 ziekenhuizen die doen mee aan het onderzoek. Het onderzoek van slapen in het ziekenhuis. En 15.000 tot met 2.000 patiënten krijgen de vragenlijst voorgelegd. De onderzoekers komen plotseling binnen met de vragenlijst. De onderzoekers denken dat de patiënten slecht en te weinig slapen. Dat komt doordat patiënten vroeg wakker worden gemaakt voor onderzoeken en ontbijt. De bedoeling is dat de uitkomsten leiden tot het nemen van maatregelen die de slaap moeten verbeteren. Oké. Hoe slaap jij? Ja, ik? Ja? Ik slaap, gewoon goed. Oké, geen problemen, niet 's nachts wakker, gewoon lekker doorslapen? Ja, alleen heel soms moet ik naar de wc in de nacht. Ja, maar ja, dat moet, wie moet dat niet, hè? Zolang je ouder wordt, gebeurt dat vaker, hoor. Hey, jij hebt ook een verzoeknummertje? Ja. En wie is dat? We kondigen hem zo maar even aan. We doen over de Leeuw Kleine. Van 3 tot 4 op Heemskerk FM, Media Kids. Ja, dat was het favoriete plaatje van Imran. We hebben ook nog de prijsvraag. En we gaan zo meteen het nieuwsblokje van Kaan doen. Maar voordat we de prijsvraag gaan doen, lijkt me handig om eens te kijken wat hebben we weggegeven voor prijzen, Imran. Kun jij eens even opnoemen voor ons? Nou, we hebben een paar snoepjes gaan we weggeven. Een Nerf. We gaan een koptelefoon weggeven. Of ja, een pistool. En een koptelefoon gaan we weggeven. En we gaan ook nog een muis weggeven. En ook stiften. Nou, dat zijn dus wat jullie kunnen vragen. Oké. Prijsvraag. Helemaal goed. Die gaan we zo meteen doen. Eerst gaan we het nieuwsblokje van Imran doen. Kom erop. Of van Kaan, sorry. Van Kaan. Wat heb jij voor ons? De gemeente Heemskerk. De laatste tijd worden er veel bronzen van graven gestolen. Daarom plaatste de gemeente Heemskerk bewakingcamera's op begraafplaats Eikenhof. Verder gaat de politie meer controleren ook op de duinrust. Mag u iets merken? Bel de politie. Oké, wat vind je ervan? Ik vind het niet goed. Nee, dat moet je gewoon met rust laten daar. Ja, precies. En het is ook zielig als je het stilt. Nee, helemaal goed. Helemaal mee eens. Oké, ik zei het net al, de prijsvraag. Imran. Nou, de prijsvraag. Wat is de prijsvraag? De prijsvraag voor vandaag is: hoe lang is de langste man die ooit geleefd heeft? En dat is? A. 2,50 meter. B. 3 meter. C. C, 2,72 meter of D, 2,70 meter. Oké, en als ze het weten, waar kunnen ze naartoe bellen? Naar de Media Kids. Ja, oké. Het nummer is 0251 23 33 33. Mocht u het antwoord weten, kunt u bellen naar 0251 23 33 33. En dan hebben we ook nog een verzoeknummertje van Kaan. Toch? Ja. Ja, je zit... Oké, nou zeg maar, wat heb je aangevraagd voor verzoeknummertje? Frenna 77. Yeah, jongen, dit is 777, dat is die 10. Ey, like ey. Oh, zo rustig. Ja, dit was het favoriete verzoeknummertje van Imran. Kaan. Ja. Ach. Hey, we hebben nog twee nieuwsblokjes te goed. Selma, jij hebt wat net over je school verteld, maar jij hebt ook een nieuwsblokje voor ons, hè? Ja, de opruimraket van... is weer terug naar de aarde. Er komen al 50 jaar lang mensen naar de ruimte toe. En dat bezorgt ook voor veel rommel. En daarom hebben wetenschappers uit Japan een raket uitgevonden. Maar het is niet zomaar een raket, het is een raket die op kan rijmen. Aan die raket hebben ze een aluminium en een staaldraad gemaakt, zodat het niet de verkeerde kant op gaat. En zo'n raket is wel nodig, want al die mensen die daar komen, die bezorgen ook voor veel rommel. En dat ruimt het dan op en verbrandt het. Oké, het staat helemaal niet besteld, hè? Dat daar ook troep wordt gemaakt. En net zoals bij ons, dat ze ook eigenlijk de vuilnisbak buiten moeten zetten. Dat kunnen ze natuurlijk niet. Nee. Dus daar moeten ze wat anders op verzinnen. Wel, hoe zou jij dat vinden? Nou, een paar jaar in die ruimte rondhangen. Zou dat wat voor jou zijn? Nee, niet voor mij. Nee. Oké, hey, dank je voor je nieuwsblokje. Kaan, jij hebt ook nog een nieuwsblokje voor ons, hè? Ja. Je had er twee. Zeg het maar. Het is in Volendam gebeurd. Een 80-jarige bewoonster is het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Iemand deed zich voor als medewerker bij thuiszorg. De 9-jarige moest allemaal oefeningen doen. Ze moest haar horloge afdoen. Na een kwartier ging de vrouw weg. De oude vrouw ontdekte dat haar kostbare spullen weg waren. Haar horloge, portemonnee en een envelop met geld. De politie zoekt de verdachte. De blankvrouw was ongeveer 28 jaar, 1,65 meter. Was ook zwart gekleed. Oké. Dankjewel. We hebben nog één verzoeknummertje te goed. En die is van jou, Selma. Ja, Energy van Ronnie Flex. Simon en Kaas. Oh. Ja, dat was het favoriete plaatje van Selma. Hey, het eerste half uur zitten voor jullie op qua nieuwsblokjes. Maar ik had begrepen dat er gebeld was voor de prijsvraag. Maar ze had het verkeerde antwoord gegeven. Zullen we de prijs dan nog een keer doen, Imran? Ja, is goed. Zeg het maar. Nou, het gaat over bij. Dus wie de langste man die ooit geleefd heeft, hoe lang hij is. Dus A, 2,50 meter. B, 3 meter. C, 2,72 meter. Of D, 2,70 meter. Oké. Noem de prijsjes dan maar even. Wat kunnen ze winnen? Nou, wat ze kunnen winnen is... Ze kunnen snoepjes winnen. Ze kunnen een nurse winnen, zo'n pistooltje. En ze kunnen ook een koptelefoon winnen. Ze kunnen ook heel veel stiften winnen. En een muis. Oké, we hebben genoeg weggegeven. Dus ik zou bellen naar 0251 23 33 33. Het zit er voor jullie op. Jullie gaan zo meteen tv maken. Dat betekent dat er twee naar boven gaan. Die gaan regiewerk doen. Eentje blijft hier. Die gaat de camera bedienen. Zometeen veel plezier met Joyce als presentatie. Met 3 nieuwe radiomakertjes. Yep. Dus blijf kijken en luisteren naar 251 TV en Heemskerk FM. En luisteren doen we met Little Mix. Shout out to my ex. This is a shout out to my ex. He in love with some other chick. Naast de radio-uitzending op Heemskerk FM volg je Media Kids ook via 251 TV. Media Kids. Ja, daar zijn we weer. Welkom terug bij het uurtje Media Kids. We zijn er nog steeds, inmiddels gewisseld. Mijn naam is Joyce en ik zit hier met 3 nieuwe gezichten. 2 leerlingen van de basisschool de Elif. Maar deze gezichten zijn niet voor mij geheel onbekend. Want jongens, jullie zaten er vorig jaar ook. Dat toch? Klopt. Ja? Ja. Nou, met wie zit ik? Vertel. Met Youssef. En met? Adnan. En nou ja, net wat ik al zei, we hebben een speciale uitzending. Want we hebben 2 gasten vandaag. Dus we gaan een beetje switchen. En we hebben een leraar van de Elif. Met wie hebben wij het genoegen? Ik ben Mohammed Oeysal. Ik ben werkzaam op Elif, groep 7-8. Ja. Van deze 2 knappe jongens naast mij. Dat zijn knappe jongens. Zijn ze ook een beetje lief? Zo nu en dan. Zo nu en dan. Ja, ja. Want ze hebben een paar vragen voorbereid. Dus, ja, ik hoor het. Ja. Ik word totaal verrast. Ja? Nou, Youssef, begin maar. Ik had een vraag over uw kickboxleven, zeg maar. Ja. Hoe vaak bent u KO gegaan? Ah, ik denk dat ik in mijn carrière 50 partijen... 2 keer series heb gezien. Ik ben nooit helemaal neergegaan dat ik nooit meer kon opstaan. Maar ik heb wel 3 keer 8 tellen, noemen ze dat. Dan moet het wedstrijd beëindigd worden omdat je dan te vaak aangeslagen bent. Tjo, dat is niet niks. Nee. Toch, Youssef? Hoeveel wedstrijden heeft u gespeeld? Uit mijn hoofd 51. Wat is het vers dat u heeft gereisd voor boksen? Oeh, het vers heb gereisd? Dat is toch Turkije, afgelopen december. Tegen wie moest u toen? Tegen een Turk. Maar je weet de naam niet meer. Ik moest tegen een Turkse jongen. Ik ken hem zelf niet, weet zijn naam ook niet meer, maar ze waren goed. Heeft u die partij verloren? Die heb ik helaas verloren, ja. Helaas. Heeft u tegen een beroemdheid gevochten? Tegen een beroemdheid? Nee, dat niet. Het waren allemaal amateurpartijen geweest. Ik ben wel een keer gecomplimenteerd door Raymond Joval. Dat was op mijn 25e. Toen moest ik tegen een hele goede bokser uit Nederland. Ik was toen nog net opkomend. En ik had het partij net aan verloren. En dat was toen mijn 20e partij. En hij had er iets van pak een beetje 150 gebokst. En ik kreeg toen, wat ik achteraf niet wist, wat ik toen niet wist, had Raymond Joval achteraf in de Telegraaf een compliment geschreven van joh, die jongen die komt er wel. Ja, dat is een mooi compliment. Absoluut. Waren dat je vragen al, Youssef? Ik had er nog 1. Oh, vertel. Ja. Hoe oud was u toen u begon met boksen? Vrij oud. Ik was bijna 18. Ik heb daarvoor wel gekickbokst. Op mijn 10e en 12e, toen was ik nog vrij dik. Ik was op mijn 16e ooit 105 kilo geweest. Ik viel toen 30 kilo af. En ik ging toen van kickboksen naar boksen overstappen. Dat was toch gemakkelijker, omdat ik mijn armen meer ging gebruiken. Zoals je kan zien. Toch anders. Nooit Badr Hari of Rico Verhoeven tegengekomen in de sport? Ja, ik heb ze ontmoet. Ik heb Badr Hari een keer ontmoet toen ik op mijn vorige school werkte. Toen had mijn klas een soort topscoreklas. Dat hield in dat ze 8 weken tot 10 weken getraind werden. En ze mochten toen, alle scholieren onderling, mochten dan een kickboxpartij draaien bij de sport van Badr Hari in Zaandam. En toen kwam ik voor het eerst tegen. Ah, die was groot, hè? Ja, dus dat groot, zou geen partij zijn voor jou? Nee, zeker niet. Ik ben zelf 1,91 meter, maar hij stak een kopje boven mij uit. Ja, ja, nou, laten we dat dan maar niet doen voor de 51ste KO. Dat is niet zo handig. Hey, en Adnan, jij hebt voor ons ook nog een nieuw stukje. Ja. Maar dat is niet echt een nieuw stukje eigenlijk. Het is gewoon entertainend. Ja. Jij hebt wat voorbereid. Nou, laat me horen. Taylor Swift en Zayn Malik lanceren een nummer voor 50 Shades Darker. Taylor Swift deed samen met Zayn Malik, ex-bandlid van One Direction, een nummer gemaakt voor de film 50 Shades Darker. Het liedje I Don't Wanna Live Forever werd donderdagavond gelanceerd. En heb je dat liedje al gehoord? Ja. Ja, vind je het wat? Nee, niet echt. Nee? Nou, we gaan hem nu draaien. Ik wil de gast nummer 1 alvast bedanken. En graag gedaan. Hier is Taylor Swift met I Don't Wanna Live Forever. Dit was Frenna met Away. Zo, dat is de beste afkondiging die ik gehoord heb sinds tijden. Dankjewel, Youssef. Hey, Youssef, jij hebt ook een nieuwsitempje gemaakt. Wat was dat? Wat voor nieuws heb jij gemaakt voor ons? Vertel. Tennissen slaat bal in oog scheidsrechter. Het ging behoorlijk mis tijdens een belangrijke tenniswedstrijd tussen Canada en Groot-Brittannië. De Canadese tennisser Shapovalov mepte de tennisbal in het oog van de scheidsrechter. Wauw. De Canadese was teleurgesteld, want de wedstrijd verliep niet zo lekker. De scheidsrechter kon er niet om lachen, dus diskwalificeerde de Canadese tennisser. Alleen maar omdat hij per ongeluk dus die bal in zijn oog heeft geslagen. Ja. Is hij gewoon gediskwalificeerd? Ja. Tjoh. Heb je dat oog gezien ook heel toevallig? Nee, ik zag het wel gebeuren. Oh, je zag het wel gebeuren. En hoe zag het eruit? Het leek alsof hij het expres deed, zeg maar. Oh, dat echt? Ja, dan kan ik een diskwalificatie niet uitsluiten, inderdaad. Dat lijkt me niet zo fijn, een bal op je oog. Hé, en Adnan, ja? Wij hebben inmiddels een andere gast aan tafel. Ja. Wie is dat? Vertel, stel hem even voor. Ik is Sam. Nee, Simon. Oh, Simon van de kaas. En noten. Ja, kaas en noten. En daarvoor heb je ook een paar vragen gemaakt, hè? Ja. Nou, ik ben benieuwd, want ik... liet mij net vertellen dat jij niet zo erg weg bent van het kaas. Nee, dat is ook niet zo. Dus brand maar los. Eerste vraag. Wat voor kaas is uw lievelings? Dat is de Altum Scherk. Dat is de kaas die we zelf het meest verkopen. Een lekkere oude kaas. Oké. Tweede vraag. Wat is uw lievelingseten? Mijn lievelingseten? Ja... Ik heb niet echt een lievelingseten. Het liefst ga ik lekker barbecuen zomers. Oké. Je zou zeggen kaas natuurlijk. Ja, dat... Kaas kan ook op de barbecue. Ja, kaasfondue hebben we ook nog. Derde vraag. Welk gerecht met kaas vindt u het lekkerst? Tosti. Dat vind ik ook lekkerst. Ja, en het makkelijkste. Ja. Vierde vraag. Hoeveel kaaswinkels heeft u al gehad? Ik heb op het moment heb ik 2 kaaswinkels. Maar er gaat er eentje weg. We houden het alleen hier in Heemskerk, houden hem open. Oké. Vijfde vraag. Welke kaas wordt het best verkocht in uw zaak? De Oud-Huiskerk. Wat is dat? Is dat dan een kaas? Ja, dat is een oude kaas van 18 maanden. Een beetje vergelijkbaar met Oud-Amsterdam, alleen van ons is lekkerder. Oh. En die wordt, ja, daar wordt, ik denk dat we wel 7 kaas per week ervan verkopen. Oké. Dat is aardig wat. Dat waren alle vragen. Ja, en buiten kaas verkoop je ook nog noot, hè? Klopt, ja. Ja. Hey, en Adnan, hoe komt het nou dat jij geen kaas lust? Omdat het zo raar smaakt. Ik lust alleen een tosti. Oh, alleen een tosti, dat dus wel. Dus zijn lievelingseten, dat eet jij ook wel? Nee, dat is niet mijn lievelingseten. Nee, dat is het lievelingseten van Simon volgens mij, hè? Ja. Met kaas, het lekkerste gerecht. Dat vind ik, ja. Dat vind ik lekker vind met kaas. Oké. Ja, ik eet het ook regelmatig. Ik vind het heerlijk, kaas. Geef mij het liefste elke dag kaas gewoon. Jij hebt ook nog een nummertje die je graag wilde horen. Ja. Weet je hem nog? Drake met Hotline Bling. Van 3 tot 4 op Heemskerk FM. Media Kids. Nee, ik ga niet zingen. Nee. Jij durft niet te zingen? Nee. Weet je wel wie dit gezongen heeft? Welke? Dit nummer, die je net gehoord hebt. Van Justin Bieber? Nee, dit was in The Weeknd. The Weeknd in the Night. Ja, niet. Dat was dit nummer wat je net hoorde. Oh ja, die ken ik niet. En we zitten er nou alweer bijna doorheen. We zijn er weer bijna klaar. Maar voordat wij gaan afsluiten, hebben wij nog een prijswinnaar. Er is gebeld door Miranda Gootjes. En ik heb de prijsvraag nog nodig. Wat was hem? Hoe lang is de langste man die ooit geleefd heeft? Ja. Jongens, weten jullie het antwoord? Ja, ik. Ja? En jij, Youssef? Ja? Nou, vertel het maar. Welk antwoord was het? Het was C. 2 meter en 72 centimeter. Helemaal niet. Het is Z. En Miranda Gootjes uit Beverwijk heeft gewonnen. Dus de prijs kan je ophalen. En ik geloof dat ze een muis wilde hebben. Dus even applaus, jongens. Hey. Applaus. Hartstikke leuk. Nou, dat was het voor dit weekend, of voor deze week. Jongen, hoe vonden jullie het? Vonden jullie het leuk? Of? Ja, het is wel leuk. Superleuk. Ja? Toppie. Ja? Volgend jaar weer? Ja. Nee, zeker. Dan zitten we in het eerste. Dan zitten jullie in het eerste. Jammer. Nou, voor mij mogen jullie sowieso altijd terugkomen. Want ik vind jullie wel stiekem kleine talentjes. Hey, wij gaan afsluiten. Dit is allemaal ook terug te zien zaterdag en zondag om 11 uur 's ochtends. En we maken zoals elke keer een leuke compilatie. Dat is te zien op 251 TV. Volgende week zijn we er weer met Basisschool de Kariboe. En wij sluiten af met Cold Water, Major Lazer en Justin Bieber. En die gaan wij heel mooi meezingen, Adam. Wat moet ik het nou? Oké, wacht, ik moet weer. Probeer het. Nee, ik schaam helemaal rot. Wacht, maar ik kan alleen één stuk plassen. Adnan, jij had net een nummer. Jij wilde zingen. En dit is voor jou speciaal Reis met 21 Pilots. It's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mine. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. Always want your friends to size. All my enemies you wouldn't wish you were. Jongens, ik zeg een applausje. Time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride.